Ten aanzien van de specifieke vraag, het sociaal programma. Laat me beginnen aan te geven dat de minister van Sociale Zaken integraal onderdeel is van het clusterteam van minister dat dit trekt. Samen met een aantal andere ministers die sociale programma's op hun budget hebben staan. En laat me er gelijk ook bij zeggen dat in het traject dat ik zo meteen zal beschrijven, ook externe deskundigen, ook personen met een rijke managementervaring hun bijdrage hebben geleverd. En waar we zijn op dit moment biedt goede perspectieven. Maar voordat ik het programma aangeef, misschien toch goed om aan de gemeenschap aan te geven dat de regering niet nu ineens begonnen is met een sociaal programma, maar dat sociale uitgaven en sociale voorzieningen reeds geruime tijd worden uitgekeerd. Niet alleen datgene wat bij wet is geregeld en een wettelijke onderbouw heeft, maar ook andersoortige niet gereguleerde sociale voorzieningen. Ten aanzien van de vier die een zekere mate van wettelijke onderbouw hebben, AOV, AKB, de financiële bijstand voor mensen met een beperking, en dan heb je de financiële bijstand voor zwakke huishoudens. Dan wil ik u meegeven dat vanaf september, in sommige gevallen september, november 2020, dus binnen 3 maanden nadat deze regering aanzat, de verhogingen zijn begonnen. En ik heb deze lijst eerder gepresenteerd, maar voor de duidelijkheid. AOV is verhoogd van SRD 525 in september 2020 naar maart 2022 4 keren naar 1250. Dus van 525 naar 1250. AKB is verhoogd van 50 per kind naar 125, wederom dezelfde periode. Financiële bijstand voor mensen met een beperking was 325, is nu naar 1750 per maand. Forse verhogingen dus, aanpassingen. En de financiële bijstand voor zwakke huishoudens is van 33 SRD in september 2020 naar maart 2022, 1250. Hiermee wil ik aangeven dat de regering de zorg reeds had en duidelijk beleid niet alleen heeft gemaakt, maar ook heeft uitgevoerd wat betreft verhogingen. Het mag niet zijn misschien dat het helemaal voldoende is, maar in ieder geval het is niet gebleven waar het was. En het is fors verhoogd. Alle 4 sociale voorzieningen die normaliter werden gegeven. Dan even ten aanzien van het totaalbedrag aan sociale bijdrage voor deze 4 categorieën bedraagt voor het jaar 2022 tot en met november 2022 1,3 miljard. Uit die begroting wordt dus 1,3 miljard. Ik ga ervan uit dat het ongeveer 1,4, 1,5 miljard zal zijn voor het hele jaar. Dat is de subsidie voor bedrijf deze, de sociale bijdrage. Dan wordt daarnaast bijdragen geleverd aan het pensioenfonds, gezondheidszorg, onderwijs, transportsector, brandstofsubsidie, EBS-subsidie en dan overige subsidies. Het totaalbedrag aan subsidies, sociale bijdragen aan subsidies, is, en dit hebben we in het parlement gepresenteerd, is 9,2 miljard. 9,2 miljard van een begroting, uit een begroting van 38 miljard. Dus dan weet u hoeveel wordt besteed aan sociale voorzieningen ter ondersteuning van de bevolking.